Dank u wel. Goedemorgen iedereen. Bedankt om mij uit te nodigen op deze hoorzitting. Ik heb geen belangenconflict, dus dat wil ik wel uitdrukkelijk zeggen. En ik heb een PowerPoint-presentatie die ik graag zou delen. Dus ik ga eventjes kijken hoe... U kan het delen, zegt het secretariaat mij. Ja. Ja, dat is nu bij ons zichtbaar alleszins. Ja, prima. Oké. Dus ik denk dat mijn standpunt meteen duidelijk gemaakt wordt in de titel van mijn presentatie. Dus dat geen enkele verplichting tot COVID-19-vaccinatie... dus dat daarvoor eigenlijk, en ook geen enkele immunologische discriminatie, dat die wetenschappelijk gezien te rechtvaardigen valt. Wel in tegendeel. Dus met immunologische discriminatie bedoel ik natuurlijk statuten zoals G1 en G2 en dergelijke, waarbij G1 eigenlijk een indirecte plicht is tot vaccinatie, maar waarbij men wel dus de verantwoordelijkheid zogezegd bij de gevaccineerden afschuift. Dus ik wil toch graag eerst een aantal begrippen verduidelijken, zowel met betrekking tot pandemie als met betrekking tot vaccinatie. Sorry, ik ben wel vergeten mij eventjes kort voor te stellen, zoals de voorzitter gevraagd had. Dus mijn naam is Geert van den Bossen, ik ben opgeleid als dierenarts, wat mij trouwens nog altijd de bijnaam van de Vlaamse veearts geeft. Al vroeg in mijn loopbaan heb ik mij gespecialiseerd in virologie en later ook in vaccinologie. Ik heb ongeveer 25 jaar ervaring in de vaccinindustrie, zowel het vaccingebeuren, zowel in industrie. Ik heb dus bij verschillende vaccinbedrijven gewerkt en ik heb ook een aantal jaren gewerkt voor non-profits die zich vooral met vaccins bezighouden, zoals de Bill & Melinda Gates Foundation. En ook GAVI, de Global Alliance for Vaccines and Immunization. Ik heb daarna ook zelf een kleine start-up gestart in verband met vaccins die vooral doelen op NK-cellen. En ik ben eigenlijk een onafhankelijk consultant voor biotechnologie en ook voor de industrie. En in het kader van die consultancy heb ik mij dus ook sterk geïnteresseerd voor het COVID-gebeuren. Oké, terug naar de presentatie. Met betrekking tot pandemie wil ik toch wel eventjes duidelijk maken dat pandemie zich betrekt op een pancontinentaal gebeuren. Dat wil natuurlijk ook zeggen dat wanneer men dan al wil ingrijpen in een pandemie en dat gewoon regionaal of nationaal doet, maar niet globaal doet, dat het sowieso weinig zin heeft. Het is ook belangrijk om eventjes aan te tonen dat, of te vermelden dat bij een pandemie de hele populatie betrokken is. Sommige mensen denken dat diegenen die geen symptomen hebben of... gewoon eigenlijk zogezegd resistent blijven ten opzichte van infectie en ziekte, dat die niet in contact komen met het virus. Dus het is de dag van vandaag met de hooginfectieuze varianten gewoon onmogelijk om niet in contact te komen met het virus. Het is ook belangrijk om eventjes te vermelden dat een pandemie een dynamisch gebeuren is, een evolutief gebeuren. Wij zien dagelijks hoe mensen en inclusief experten zich concentreren op snapshots. Hè. Hoeveel doden zijn er vandaag? Hoeveel mensen liggen er vandaag in het hospitaal? En op basis daarvan reageren. Terwijl het natuurlijk veel belangrijk is om te kijken waarnaar die pandemie evolueert, wat het eindstation is. Want we weten bij een natuurlijke pandemie, die dooft automatisch en spontaan uit na verloop van tijd, meestal is dat zelfs minder dan een jaar, wordt dan endemisch. En de reden waarom dat kan gebeuren, is omdat de bevolking wat wij noemen een steriliserende immuniteit ontwikkelt. Dus dat is een immuniteit die in staat is om het virus te elimineren, vandaar ook de transmissie en de infectie te voorkomen. En dat is precies wat leidt tot groepsimmuniteit. En dat men dus de transmissie dermate beperkt, dat zelfs mensen die dus niet immuun zijn, automatisch worden beschermd.
Dus wanneer men de natuurlijke immuniteit, met andere woorden, door vaccins wil vervangen, dan moet men tenminste zien dat deze vaccins, om een positief effect te hebben, een steriliserend effect bewerkstelligen. We weten dat dat bij de huidige vaccins niet het geval is. Vandaar dat men er ook niet moet mee rekenen dat de huidige vaccins de pandemie zullen onder controle krijgen. In feite zou daarmee reeds alles gezegd zijn, maar goed. Met betrekking tot vaccin en massavaccinatie zijn volgende zaken zeer belangrijk om te begrijpen. We hebben allemaal gehoord over de formidabele cijfers met betrekking tot de vaccineffecaciteit, zoals die in de klinische studies werden vastgesteld. Men weet ook, klinische studies worden gedaan onder zeer gestandardiseerde condities. Wanneer we eigenlijk kijken naar de efficiëntie van het vaccin, dat betrekt zich dan op de populatie, hè, waar natuurlijk een aantal groepen zijn die in de klinische studies niet werden getest, maar ook waar de dynamiek van de pandemie tot uiting komt. Daarmee bedoel ik, wanneer men dus massaal de bevolking onder immuundruk zet door massaal te gaan vaccineren, ja, dan heeft dat ook een impact op het virus in die zin dat bepaalde meer infectieuze varianten eigenlijk een competitief voordeel krijgen en beter gaan gedijen. Dus de stammen die wij zien of de varianten die wij zien zijn niet meer noodzakelijk diegenen die in de klinische studies werden getest. Maar omgekeerd ook zal de infectiedruk die zich opbouwt door het feit dat meer infectieuze stammen gaan circuleren, heeft ook een invloed op het immuunsysteem en op de immuniteit van de bevolking. Dus er zijn daar een aantal zaken die, wanneer men extrapoleert naar de populatie, die wel degelijk, dat men wel degelijk met factoren te maken hebben die variëren en niet meer dezelfde waarden hebben als die in de klinische studies werden getest. Iedereen die zich laat vaccineren moet zich er ook van bewust zijn dat in feite een vaccinatie te vergelijken is met een software die men installeert op een computer, maar die niet kan uitgewist worden. Het is wel belangrijk om zich dat te realiseren, dat door de vaccinatie het immuunsysteem op een manier wordt geprimed, dat er een onuitwisbaar immunologisch geheugen ontstaat. Als er natuurlijk een fantastisch goed virusprogramma is, dan is men blij dat men dit eigenlijk voor het leven heeft. Wanneer dit programma, wat men installeert, niet optimaal werkt, ja, dan is men daarmee natuurlijk niet gediend. Ook zeer belangrijk om te realiseren is dat, net zoals bij geneesmiddelen, hebben ook vaccins indicaties en contra-indicaties. Ik vind het dus onvoorstelbaar dat iedereen wel aanneemt dat bij geneesmiddelen er duidelijke indicaties zijn, maar ook zeer duidelijke contra-indicaties, maar dat van vaccins wordt aangenomen dat dat dus niet het geval is. We weten maar al te goed dat we geen mensen kunnen vaccineren die al ziek zijn. We weten maar al te goed dat we geen mensen kunnen vaccineren die in de incubatiefase zijn. We weten maar al te goed dat we ons best laten vaccineren voordat we naar een vreemd land gaan waar een bepaalde infectieziekte heerst. En het erkennen van die contra-indicaties van vaccins, dat wordt tegenwoordig afgedaan als antivax. Dus dit is natuurlijk een onaanvaardbare situatie. Ten slotte, bij iedere systemische infectieziekte en ieder vaccin bestaat altijd een risico dat immunologische bijwerkingen optreden, op korte of lange termijn. Dus dat wil zeggen, het is niet dat een of andere immunologische bijwerking optreedt. En je praat tegenwoordig bijvoorbeeld over het MISC-syndroom bij kinderen. Het is niet daarom dat wij in één keer moeten massaal een bevolking of een bevolkingsgroep gaan vaccineren. Het is ook zo dat wanneer een studie bijvoorbeeld een positief resultaat oplevert, dat men niet onmiddellijk moet beginnen met de bevolking daarmee te vaccineren, omdat men wel degelijk steeds de kans loopt dat bijwerkingen zouden optreden van immunologische aard op lange termijn. Ten slotte mag men niet vergeten dat men eigenlijk met een vaccin het immuunantwoord gaat nabootsen dat bij natuurlijke infectie ontstaat. Dus als bij systemische infecties immunologische bijwerkingen kunnen optreden, dan kunnen die natuurlijk ook altijd bij vaccins optreden. En vandaar dat het belangrijk is van een long time follow-up te doen. Het gaat gewoon niet op dat men een vaccin gewoon een paar maanden volgt in een klinische studie met betrekking tot de veiligheid en dan onmiddellijk overgaat tot het vaccineren van de hele bevolking.
We hebben gezien de laatste tijd dat er toch wel heel wat verwarring is. Hè. Er is men vraagt zich af, hoe komt dat? Verwarring met betrekking tot definities die voortdurend veranderd worden. Hè. De definitie van een vaccin wordt veranderd, de definitie van groepsimmuniteit wordt veranderd, de definitie van gevaccineerd zijn wordt veranderd. Hè. Eerst was het gewoon één of twee shots. Nu is men al niet gevaccineerd als men niet de booster heeft, en zo verder. Bovendien ook heel wat verwarring. Wie scheidt eruit? Wie scheidt er meest uit? De gevaccineerden, de niet-gevaccineerden? Wie heeft de grootste kans om in het hospitaal te belanden? En zo verder, en zo verder. Dus we stellen daar eigenlijk gewoon de verkeerde vragen. De enige vragen die werkelijk belangrijk zijn, is van hoe kunnen we de pandemie indijken? Hoe kunnen we ze tot stilstand brengen? Eén. En ten tweede, zolang dat de pandemie niet tot stilstand is gebracht, hoe kunnen we ons best beschermen? Dus voor welke immuniteit kiezen we eigenlijk het best? Het gebrek aan inzicht is werkelijk de oorzaak van die verkeerde vragen. Een pandemie, moet men zich realiseren, is in feite een interactie tussen een virus en het immuunsysteem, maar wel op populatieniveau. En daar komen dus verschillende takken bij te pas. Het gaat niet alleen over virologie. Het gaat ook over immunologie, het gaat over evolutiebiologie of evolutie-epidemiologie. Het gaat ook over vaccinologie natuurlijk en het gaat over moleculaire virusgenetica en zo verder. Dus hetgeen daar gevraagd is, is wat ik noem als een puzzeldenken. Er zijn allemaal verschillende puzzelstukjes uit die verschillende disciplines die we, om inzicht te krijgen in de pandemie, moeten we kunnen in elkaar passen. Wanneer we die niet kunnen in elkaar passen, dan wordt het gewoon vogelpikwerk. En we kunnen ook niet het silo-denken van de klassieke vaccinologie hier toepassen. Want wij doen precies of dat een vaccin dat we zouden kunnen gebruiken om een pandemie te bestrijden, dat dit gewoon een vaccin is dat we anders gewoon voor profilactische doeleinden buiten een pandemie zouden gebruiken. Ik heb daar juist gezegd hoe de pandemie op zichzelf en op populatieniveau een eigen dynamiek teweegbrengt die dus helemaal niet tot stand komt wanneer men vaccins toedient buiten een pandemie. De grootste lacune voor mij in deze gebrek, in het gebrek aan inzicht in hoe een pandemie functioneert en hoe zij evolueert, is wel degelijk de immunologie. En meer bepaald de rol eigenlijk van het aangeboren immuunsysteem. En hoe dat aangeboren immuunsysteem door de massavaccinatie en ook de herhaaldelijke blootstelling aan het virus wordt beïnvloed. Dus wat ik hiermee bedoel is dat meer bepaald bij coronavirussen, maar ook bijvoorbeeld bij influenzavirussen, is het aangeboren immuunsysteem van cruciaal belang. Het is trouwens het aangeboren immuunsysteem dat de populatie voor het overgrote deel beschermde bij het begin van de pandemie, hè, waar dus de bevolking totaal immunologisch naïef was, nog nooit het virus gezien. Desalniettemin was het overgrote deel van de bevolking beschermd tegen zeker tegen zware ziekten, zelfs vele mensen tegen ziekten. En dit is gewoon te wijten aan het aangeboren immuunsysteem, wat van cruciaal belang is voor dit type van virussen. Het aangeboren immuunsysteem beschikt over aangeboren antistoffen. En deze antistoffen die zijn niet eigenlijk bedoeld om coronavirussen, om influenzavirussen te herkennen, maar ze zijn eigenlijk bedoeld om patronen te herkennen van eigen antigenen die vrij circuleren in ons lichaam. En het is belangrijk dat deze eigen antigenen op tijd ook worden verwijderd door antistoffen. Dat zijn de aangeboren antistoffen die men dus inderdaad van bij de geboorte heeft meegekregen, om op die manier immuuninflammatoire en ook auto-immuunziekten te vermijden. Nu, per toeval, het toeval wil dat die patronen van eigen antigenen, dat die ook voorkomen op een aantal virussen. Bijvoorbeeld op coronavirus, bijvoorbeeld op influenzavirussen. En dat zijn hoogstwaarschijnlijk bepaalde suikers, patronen van suikers, die door deze antistoffen worden erkend. En vandaar dat die aangeboren antistoffen ook zeer werkzaam zijn op een aantal van deze respiratoire virussen. Zeker en vast niet ten opzichte van alle virussen, maar hier hebben we werkelijk met een zeer speciale situatie te maken, waar natuurlijke antistoffen, ook aangeboren antistoffen genoemd, zeer, zeer werkzaam zijn. We weten ook, dat is dus ook duidelijk in de literatuur gedocumenteerd, dat die in hoge concentratie voorkomen
bij kinderen. Dit is ook de reden waarom gezonde kinderen de infectie snel onder controle krijgen en er zo goed als geen ernstige ziekte bij kinderen voorkomt. Vandaar dat ook tegen bijvoorbeeld griepvirus ook kinderen helemaal niet gevaccineerd worden. En het is natuurlijk ook overbodig om kinderen te vaccineren tegen coronavirussen. Nu, de eerste lijn van defensie, wij noemen dat vaak de eerste lijn van defensie, de aangeboren immuniteit en hier meer bepaald met betrekking tot coronavirussen aangeboren antistoffen. Die kent echter zijn grenzen. Het is niet zo dat men daar 100% kan op rekenen, want die aangeboren immuniteit kan verzwakt worden. Bijvoorbeeld bij een immuunsysteem dat verouderd kan ook verzwakt worden wanneer mensen bijvoorbeeld onderliggende ziekte hebben of er een ongezonde levensstijl op nahouden. Die aangeboren immuniteit kan ook doorbroken worden, en dit is belangrijk, bij hoge infectiedruk. We hebben gezien dat in de loop van de pandemie meer en meer infectieuze stammen, alfa, beta, gamma, delta, omicron, etc., gaan domineren, telkens met het constant gegeven dat zij meer infectieus zijn. Wel, nu door die hogere infectiositeit kan ook de eerste lijn van defensie gemakkelijker doorbroken worden. En dat is natuurlijk de reden waarom dat we in tegenstelling tot het begin van de pandemie ook meer en meer gezien hebben dat jongere bevolkingsgroepen ook kunnen ziek worden. Nu, het doorbreken van die aangeboren immuniteit, dat is belangen niet noodzakelijk een catastrofe. Dat leidt natuurlijk tot ziekte. Maar in het overgrote gedeelte van de gevallen gaan mensen van die ziekte herstellen. Wat zeer belangrijk is, is dat dat herstel bewerkstelligd wordt door het feit dat het virus geëlimineerd wordt. En als gevolg van dat herstel gaan ook mensen een duurzame en verworven immuniteit krijgen. Dus vandaar dat men die ziekten ook noemt acute self-limiting viral disease. Het zijn acute ziekten, maar die spontaan eigenlijk tot stilstand komen door het feit dat de infectie, dat het virus geëlimineerd wordt. Dus die tandem die men daar ziet, de combinatie van de aangeboren immuniteit die gevolgd wordt door de verworven immuniteit, die is formidabel efficiënt, want ten eerste zorgt zij ervoor dat het virus geëlimineerd wordt, waardoor mensen kunnen herstellen. En ten tweede is het ook belangrijk te realiseren dat door die sequentie, eerst aangeboren immuniteit, wanneer die doorbroken wordt, dan komt de verworven immuniteit, dat antistoffen zich gaan ontwikkelen op een ogenblik dat eigenlijk het virus reeds geëlimineerd is uit het lichaam. Is dat belangrijk? Ja, dat is zeer belangrijk, want door die discordantie, kunnen de antistoffen die ontstaan het virus niet onder druk zetten. Het onder druk zetten van het virus door antistoffen die niet in staat zijn om het virus te elimineren, precies dat leidt tot wat wij noemen immune escape, het ontvluchten van het virus of door het virus van het immuunsysteem. En wanneer we nu vaccineren, dan zitten we dus in een heel andere situatie, want dan gaan we die antistoffen rechtstreeks gaan genereren los van het aangeboren immuunsysteem. Het is te zeggen, wij gaan die antistoffen gaan genereren terwijl een heel deel mensen volledig blootgesteld worden aan het virus. Dus men slaagt die stap van de aangeboren immuniteit eigenlijk volledig over. En er zijn zelfs een heel deel publicaties die duidelijk, indirect weliswaar, ernaar verwijzen dat zelfs de vaccinale antistoffen, die aangeboren antistoffen die beschermend zijn, zouden kunnen onderdrukken. Ik wil er nog bij zeggen, de aangeboren antistoffen die zijn zo enorm belangrijk, omdat zij niet alleen tegen één specifieke variant beschermen, maar zij beschermen tegen alle varianten, zelfs tegen alle coronavirussen. Dus door die stap zogezegd over te slaan, heeft men opnieuw twee gevolgen. Ten eerste, het virus kan niet geëlimineerd worden. Dat is ook de reden waarom mensen die gevaccineerd zijn ook regelmatig nog ziek kunnen worden. En ten tweede zitten we hier nu met een situatie waar
antistoffen worden gegenereerd terwijl de persoon duidelijk al door het virus kan besmet worden, waardoor het virus onder druk wordt gezet. En dit leidt precies tot het ontsnappen van het virus aan het immuunsysteem. Dus is dit pleidooi voor de natuurlijke immuniteit, de combinatie van aangeboren immuniteit en in geval van ziekte, gevolgd door verworven immuniteit, een pleidooi voor antivax? Zeker en vast niet, maar we moeten ons echter wel realiseren dat alle COVID-19-vaccins die op dit ogenblik gebruikt worden, dat die alleen kunnen beroep doen op antistoffen om de infectie te voorkomen. Antistoffen die dan nog een keer gericht zijn tegen varianten die verschillend zijn van de varianten die zogezegd gebruikt werd, de spike-proteïne, van de oorspronkelijke stam van de Wuhanse. Dus kunnen we met antistoffen alleen de infectie voorkomen? Dat gaat bij de klassieke vaccinologie, waar dat we dus vaccins toedienen buiten een pandemie, terwijl we niet aangevallen worden door het virus. En zodanig hebben we tijd om volledig die antistoffen op te bouwen, zodanig dat wanneer we achteraf in contact komen met het virus, die beschermend zijn. Als we, terwijl dat we die antistoffen opbouwen, al worden aangevallen door het virus, dan kunnen die antistoffen onvoldoende beschermen. Zij kunnen niet beletten dat er infectie volgt en dat er transmissie van het virus volgt. Dus die antistoffen die zijn efficiënt wanneer men vaccineert buiten de pandemie. En wanneer men nu de natuurlijke immuniteit door vaccins zou willen veranderen, of substitueren, beter gezegd, dan zou het vaccin op zichzelf een steriliserende immuniteit moeten induceren. Hetgeen dus hoegenaamd niet het geval is. Iedereen is het daarover eens. Hè, want dan moet men naar een ander type van vaccin grijpen. Dus met andere woorden, wat wij aan het doen zijn, is een, wat ik noem een symptomatische massavaccinatie. We zijn massaal aan het vaccineren hè, om gewoon wat symptomen te onderdrukken, maar zonder dat we het virus eigenlijk de verspreiding daarvan kunnen indijken. Dus het virus wordt met andere woorden meer en meer onder druk gezet, zonder dat we het kunnen elimineren. Dit is een ideaal recept voor het gedijen van meer en meer infectieuze varianten. We weten natuurlijk dat die infectieuze varianten en die hooginfectieuze varianten al voor de massavaccinatie ontstonden, maar nu geven we ze door de massavaccinatie en door de immuundruk geven we ze een competitief voordeel, zodat ze nu in de populatie kunnen gaan beginnen domineren. En dat is de reden waarom dat we zien, vanaf dat we met die massavaccinatie beginnen, dat we plots zien dat de dominantie van een aantal van die varianten, alpha, beta, gamma, delta, nu omicron, steeds meer en meer toeneemt. We drijven het tot het extreem, dat wat ik voorspeld heb, dat het virus zou resistent worden tegen deze antistoffen. En dat is wat we nu zien bij de omicron-familie, noem ik ze, want er zijn ondertussen al verschillende types van die omicron, die resistent zijn ten opzichte van neutraliserende antistoffen. Nu, dit toont op zichzelf aan hoe belangrijk de aangeboren immuniteit is. Want het is doordat we die resistentie hebben ten opzichte van de antistoffen van het vaccin, dat we eigenlijk terug onze aangeboren antistoffen bevrijden. In de zin dat vaccinale antistoffen, zoals ik reeds zei, onderdrukken hoogstwaarschijnlijk de aangeboren antistoffen die precies virussen zoals coronavirus en influenzavirus kunnen neutraliseren. Wanneer dat natuurlijk niet meer kan gebeuren omdat de vaccinale antistoffen niet meer werken, dan kunnen de aangeboren antistoffen kunnen terug hun werk doen. En dat leidt er precies toe dat de ziekte nu veroorzaakt door Omicron veel, veel milder is. Het is precies alsof we niet gevaccineerd hebben. Het toont ook aan hoe nu gevaccineerden en eigenlijk niet gevaccineerden min of meer in hetzelfde straatje zitten. In ieder geval toont het enorm belang aan van de aangeboren immuniteit. Want in feite, we zijn aan het vaccineren geweest. Ja, het virus wordt resistent. Het is precies alsof we niet gevaccineerd hebben. Dus daar ziet men al dat eigenlijk de verworven immuniteit door het vaccin geïnduceerd, dat het dus helemaal geen aarde aan de dijk gebracht heeft. Nu met de Omicron-familie zitten we dus met een virus dat in feite hetzelfde effect heeft als een levend verzwakt vaccin. Het veroorzaakt milde ziekte, het is echter wel zeer infectieus. Dus we zullen inderdaad, en dat zien we al, een sterke golf hebben van infectie.
En natuurlijk ook wel van ziekte, maar daartegenover staan toch een aantal positieve elementen. Dat is één, dat we dus de natuurlijke immuniteit in vorm van onze aangeboren antistoffen terug gaan winnen, want die worden normalerwijze onderdrukt door vaccinale antistoffen, omdat die een hogere affiniteit hebben voor het virus dan de aangeboren antistoffen. Wanneer die vaccinale antistoffen echter zich niet meer kunnen binden door het feit dat er resistentie ontstaat, dan kunnen de aangeboren antistoffen terug hun werk doen. Dat is zeer, zeer belangrijk. Bovendien, een fenomeen dat in de laatste 5 à 10 jaar bekend geworden is, is dat die aangeboren antistoffen die kunnen ook getraind worden. De aangeboren immuniteit kan getraind worden door herhaaldelijk contact met het virus. Men ziet dat ook niet-gevaccineerden, hoe meer zij nu met het virus in contact komen, hoe meer zij ook gewoon een soort van resistentie opbouwen en gewoon niet meer ziek worden. Dus de training van het aangeboren immuunsysteem is een fenomeen dat eigenlijk in de laatste jaren pas bekend geworden is. Maar ook wanneer mensen ziek gaan worden, dan krijgen zij automatisch een boost ten opzichte van het circulerende virus. Dus zij krijgen de nieuwste update. En vandaar dat die beide factoren leiden tot een zeer sterke bescherming, zelfs bij de gevaccineerden. Wanneer men kijkt bijvoorbeeld naar de resultaten, de rapporten van UK Health Security, de Health Security Agency, dus het voormalige Public Health England, en ook naar de gegevens die door Public Health Scotland worden vrijgegeven, dan ziet men daar dat er een negatieve vaccinefficiëntie optreedt. Dus dat met andere woorden, in een aantal leeftijdsgroepen tegenwoordig de niet-gevaccineerden beter beschermd zijn dan de gevaccineerden. Dus dat is één voordeel. Het tweede voordeel is natuurlijk dat die Omicron als levend verzwakt vaccin ervoor zorgt dat er een globale immunisatiestrategie komt. Ik zei al, als men ingrijpt in een pandemie, een pancontinentaal gebeuren, maar men doet dat niet op een universele manier, dan heeft dat allemaal niet veel zin. Nu, de Omicron is hoog infectieus. Die zorgt er dus voor dat deze vaccinatie door een levensverzwakt vaccin dus inderdaad zeer, zeer breed wordt uitgestrooid. Zoals ik reeds zei, de natuurlijke immuniteit die leidt inderdaad tot groepsimmuniteit. Die gaat ervoor zorgen dat het virus geëlimineerd wordt. En daardoor zal ook de zwakkere bevolkingsgroep, die dus de kwetsbaren, die dus veel moeilijker immuniteit opbouwen door het feit dat ze onderliggende ziekte hebben en zo verder, zullen ook beter beschermd zijn. Bovendien kunnen die mensen ook nog een keer beschermd worden. Ik heb geen tijd om daarop dieper in te gaan door early treatment, door ze in een vroeg stadium ook te behandelen, want COVID kan wel degelijk behandeld worden. Het grote voordeel ook van deze natuurlijke immuniteit is dat zij niet leidt tot het ontsnappen van het virus, hè, omdat zij dus het virus niet gaan onder druk zetten, voor de reden die ik voordien uitgelegd heb, dat men ook niet moet verwachten dat er een overbelasting komt van de hospitalen door het feit dat die immuniteit zeer veel beter gaat werken, het virus elimineert, ook getraind kan worden. En het zal zeker niet leiden tot een recidiverende overbelasting van hospitalen, want laat ons duidelijk voor ogen houden, deze ziekten die veroorzaken, zoals ik zei, een acute maar zelfbeperkende infectie. Wanneer men dat op populatieniveau brengt, dan is het eigenlijk de definitie van een pandemie van een acuut gebeuren wat ook vanzelf tot stilstand komt. Door het feit dat wij maar liggen te vaccineren, krijgen we dat dus niet tot stilstand en we krijgen de ene golf na de andere. Dus ook het feit dat eigenlijk nu zowel de gevaccineerden als de niet-gevaccineerden min of meer op dezelfde noemer komen te staan, omdat de antistoffen of dat het virus sowieso zeer verregaand resistent is geworden ten opzichte van het vaccin, dus alsof men dat men niet gevaccineerd had, is er dus ook niet de minste reden om mensen te gaan discrimineren op basis van hun immuunstatus. Men kan dit alles Van den Bos, ik weet niet hoe lang ik nog wens te spreken, maar ik zou u willen vragen om stilaan af te ronden. Zodanig dat er nog tijd is voor vragen en meegericht. Oké, ik begrijp het, ja. Ik wil alleen nog zeggen dat men dus dit gigantische voordeel van Omicron kan volledig teniet doen door nu tegen Omicron massaal te gaan vaccineren. 1 seconde, 2 seconden nog over neveneffecten. Inderdaad, als men kijkt naar de VAERS, Eudravigilance, wat Europa betrekt, de VAERS is natuurlijk de US,
dan zijn er toch berichten met betrekking tot neveneffecten die op zijn minst alarmerend zijn. Als men nu stelt dat de massavaccinatie eigenlijk geen enkel voordeel, brengt, dat het alleen maar een nadelig effect heeft op ons aangeboren immuunsysteem en op groepsimmuniteit, hè, door het feit dat er steeds hoger infectieuze varianten gaan domineren, krijgen we dus eigenlijk meer en meer infectiositeit. Dat is ook hetgeen dat we zien. Dat is precies het tegenovergestelde van groepsimmuniteit, hè, die eigenlijk vergt dat we de infectiositeit naar beneden krijgen. Dus in het kader daarvan, dat er eigenlijk geen gunstig effect van die massavaccinatie te verwachten is, kan men dus eigenlijk niet verantwoorden dat er neveneffecten zijn en zeker geen neveneffecten die alarmerend zijn. Gezondheid is het hoogste goed. Dat laat ik aan de mensen om het gewoon eventjes door te lezen. Maar mijn conclusie is wel dat alleen in een open en eerlijk wetenschappelijk debat tussen onafhankelijke experten en dat binnen een multidisciplinair kader de grenzen van de massavaccinatie of van de vaccinatie in het algemeen en de zin of de onzin van het verder zetten van dit experiment op een geloofwaardige manier worden onderzocht en aan de bevolking duidelijk worden gemaakt. Zolang we een dergelijke gesprek-debat niet hebben, denk ik, is het zelfs totaal onverantwoord om zelfs over vaccinatieverplichting te spreken. En elke vorm van politisering van dit debat, als ook elke vorm van discriminatie tussen bevolkingsgroepen, staat alleen maar een humane oplossing van de huidige crisis in de weg. En daarmee bedank ik u allen voor de aandacht. Over naar de voorzitter. Dank u. Ja, inderdaad. Ik hoop dat er een transcriptie zal zijn van de vragen die u dan kan opsturen. Want ik had op een zeker moment gestopt met ze te noteren, omdat ze zo talrijk waren. Ik ga mij ertoe beperken met een aantal algemene zaken nog te verduidelijken. Eerst en vooral zie ik dat er nog altijd het ongelooflijk misverstand bestaat dat ik zou suggereren dat mutaties geïnduceerd worden door de massavaccinatie. Ik heb dus al herhaaldelijk geprobeerd om duidelijk te maken dat dit geen bestanddeel is van mijn betoog, omdat vanzelfsprekend de varianten reeds circuleerden voordat de massavaccinatie begon. Wat is dan het probleem? Het probleem is dat door de massavaccinatie, de massale druk die wordt uitgeoefend door een populatie, dat bepaalde van die varianten, namelijk zeer specifiek de varianten die aan die immuundruk kunnen weerstaan. Het is te zeggen, die meer infectieus zijn. Waarom meer infectieus? Wel, de immuundruk is specifiek gericht op het spike-eiwit. En het spike-eiwit is verantwoordelijk voor de infectiositeit van het virus. Dat men die varianten die toevallig zijn ontstaan tussen de vele andere varianten, te gevolge van de mutaties natuurlijk, dat specifiek aan die varianten een competitief voordeel wordt gegeven. Dus dat zijn gewoon de wetten van Darwin, de fittest survives. Tussen al die varianten krijgen die varianten die aan de immuundruk tegen het spike-eiwit, is te zeggen tegen de infectiositeit van het virus, die daar kunnen aan weerstaan, die krijgen een competitief voordeel en die worden zo in de populatie aangereikerd en worden dominant. Dus dat is wel iets zeer, zeer belangrijk om te verduidelijken, omdat nog steeds die notie blijft bestaan alsof dat de vaccinatie, massavaccinatie, aanleiding zou geven tot de variant. Dat is volledig verkeerd. Dat is één ding. Ten tweede wordt er altijd natuurlijk gegoocheld met waar zijn de publicaties. Ik heb proberen duidelijk te maken dat voor mij publicaties puzzelstukjes zijn die ons toelaten om ons inzicht in dit zeer complex fenomeen te vergroten. Mijn vraag is dan steeds, waar blijven toch de peer-reviewed publicaties die aantonen of zelfs maar suggereren dat een massale vaccinatie in het midden van een pandemie tegen een virus dat zeer gemakkelijk muteert, met vaccins die helemaal de infectie niet kunnen verhinderen, dat een successtory zou zijn? Er is geen enkel peer-reviewde publicatie die zelfs zomaar iets suggereert. Maar van mij wordt er gevraagd
om de voorspellingen die ik doe op basis van de inzichten die ik heb verworven door puzzelstukjes bijeen te brengen, van mij wordt er gevraagd van waar is het bewijs? Ik kan u zeggen, je kunt het enige bewijs dat ik echt kan leveren buiten de puzzelstukjes die ik u graag zal bezorgen en die ik trouwens al op verschillende plaatsen heb gepubliceerd, dat het beste bewijs zijn de voorspellingen die ik doe. Ik heb inderdaad voorspeld dat het virus altijd maar infectieuzer zou worden. Het is te zeggen dat steeds meer en meer dominante of meer en meer infectieuze stammen, varianten, zouden dominant worden. Dat is wel degelijk gebeurd. En kijk naar de landen die massaal vaccineren, hoe de infectiegraad naar boven gaat. Ik heb voorspeld dat dit zou leiden tot een resistentie. Kijk naar Omicron, dat nagenoeg volledig resistent is tegen de neutraliserende antilichamen. Ik heb inderdaad voorspeld dat dit zou leiden tot een catastrofe. En ik blijf daarbij dat wanneer men nu tegen Omicron zal vaccineren, dat dit zal leiden tot een catastrofe. Dus dit is het gewicht dat ik in de schaal gooi, niet op basis van zaken die reeds bekend zijn. We worden geconfronteerd met een volledig nieuw fenomeen, inderdaad. En daar kunnen we alleen trachten van een zo goed mogelijk inzicht te krijgen in hoe deze pandemie zal evolueren. Maar ik zal u de stukken die u mij vraagt en die als bewijsmateriaal kunnen gelden om aan te tonen dat dit eigenlijk niet anders kan leiden tot een verdere evolutie van stammen, van varianten die meer infectieus zijn, die resistent zijn, die zal ik u zeker bezorgen. Trouwens, het is niet zo dat ik de enige vaccinoloog ben die deze mening heeft. Er zijn andere vaccinologen die mij bijtreden daarin, die zich niet noodzakelijk hun stem verheffen omwille van bepaalde redenen. Maar ik sta zeker met mijn visie dat dit zal leiden, de vaccinatie, verdere massavaccinatie, midden in een pandemie, tot een zeer, zeer nefaste situatie. Dan wordt er ook ook gesproken over de griep. Mensen, de vaccinatie tegen de griep is een totaal andere situatie. Ten eerste vaccineren wij tegen de griep buiten een pandemie en wij vaccineren alleen de gevoelige bevolking, of toch bij voorkeur. Dat is natuurlijk helemaal geen probleem. Er zou ook geen probleem geweest zijn met aan het begin van de pandemie te vaccineren tegen de Wuhan-stam, alleen dus de gevoelige bevolking. Maar het gaat erover van massaal te gaan vaccineren en daardoor eigenlijk meer infectieuze en meer gevaarlijke stammen dominant te maken. Dus dan wordt er ook gedacht dat wij die pandemie kunnen bedwingen door de vaccinatie. Ik bedoel, hoeveel varianten zijn er niet? Wij vergeten misschien dat coronavirussen en zelfs het SARS-CoV-2, dat er ondertussen ook dierreservoirs zijn. Dus in verschillende dierpopulaties is het reeds aangetroffen, is het reeds geïsoleerd. Wij hebben ondertussen zoveel varianten dat de combinatie, de hercombinatie van verschillende varianten binnen één en dezelfde persoon ook steeds groter wordt. Dus wij kunnen onmogelijk met de vaccinatie die varianten onder controle krijgen. Er zijn er dus ongelooflijk veel, met andere woorden. En het is alleen door de infectie te kunnen tegengaan, door de transmissie te kunnen tegengaan, dat we dus groepsimmuniteit kunnen bereiken. Groepsimmuniteit was het grote objectief van heel deze campagne. Het is alleen wanneer je groepsimmuniteit kan realiseren en dat vergt dat men werkelijk de infectie kan tegengaan, dat men tot groepsimmuniteit kan komen zonder die groepsimmuniteit, zonder die infectie tegen te gaan, is het gewoon onmogelijk om een pandemie onder controle te krijgen. Zoals ik juist probeerde uit te leggen, leidt de massale vaccinatie tijdens de pandemie van een virus dat zeer sterk muteert met vaccins die de transmissie niet en de infectie niet kunnen tegengaan, leidt het juist tot de dominantie van meer infectieuze stammen. Dus dat wil zeggen meer infectiviteit. Dat is precies het tegenovergestelde van groepsimmuniteit. Groepsimmuniteit is gebaseerd op een drastische vermindering van de transmissie, zodat diegenen die niet gevaccineerd, of niet gevaccineerd mag ik niet zeggen, want die niet geïmmuniseerd zijn,
Zoals bijvoorbeeld de kwetsbare mensen die een zwakke immuniteit hebben, dat die automatisch beschermd worden omdat de waarschijnlijkheid dat zij het virus zullen oplopen zeer, zeer gering is. Dan hoor ik ook al die stories over... Meneer Van den Bossen, ik ga u moeten vragen van stilaan af te sluiten. Ik begrijp dat u... Ja, u bent nu, zwaar geïnterpelleerd en dus het zal inderdaad dus nodig zijn om schriftelijk verder te antwoorden. Hè. Ik zal alvast ook meegeven trouwens dat het integraal verslag zal vanavond of morgen klaar zijn en zullen wij u ook bezorgen, ook aan meneer Rie uiteraard, zodat u de vragen dan ook kunt terugvinden. En mevrouw Gijbels had ook nog vragen, dus andere leden die nog vragen zouden hebben, kunnen die dan misschien deze middag of straks aan het secretariaat bezorgen en zullen ook aan de sprekers bezorgd worden. Maar ik geef u nog 2-3 minuutjes, meneer Van den Bos, want we moeten om 2 uur terug starten en we moeten hier het ook in gereedheid brengen. Sorry hoor, maar ja, het is sowieso niet mogelijk. Ik mocht u, als ik u 10 minuten meer zou geven, zou het ook nog niet genoeg zijn waarschijnlijk om op alle vragen te antwoorden. Okay. Dus als u kunt afsluiten, alsjeblieft, dank u. Ja. Enfin, heel kort dus over contacten of vrijwillige contacten. Ik heb herhaaldelijk gezegd, men kan niet vermijden dat men met dit virus in contact komt. Omicron is hoog infectieus. Maskers, social distancing, noem het maar op. Binnen de kortste tijd komt iedereen ermee in aanraking. Wordt precies gedaan alsof dat die mensen die dus niet gevaccineerd zijn en niet ziek worden of hoogstens milde symptomen ontwikkelen, dat die precies niet in aanraking zijn gekomen met het virus. Die zijn wel, en het is nog altijd de overgrote gedeelte van de bevolking. Maar die mensen die komen natuurlijk niet in het hospitaal terecht. Die gaan niet naar de dokter. Dat wordt gewoon dus ook niet geregistreerd. Dan wil ik toch ook wel even zeggen dat met betrekking tot de efficiëntie van de vaccins, Cienzano, ik ga die gegevens niet gaan betwijfelen en gaan doen, maar ik kijk wel breder. Ik kijk ook naar de gegevens van Public Health England, ik kijk naar Public Health Scotland, waar alles gestratifieerd is volgens leeftijd, gevaccineerd of niet gevaccineerd, waar we duidelijk zien, dit is zwart op wit, dat de vaccine-efficacy is negatief, mensen. Dus het wil zeggen, de niet-gevaccineerden presteren beter, kwestie van de infectiositeit en de cases, dan zijn geringer dan bij de gevaccineerden. Met betrekking tot de neveneffecten wordt dit ook eigenlijk gebagatelliseerd, heb ik gehoord. Kijken mensen wel naar de VAERS, waar dus de adverse events die gerelateerd zijn aan vaccinatie in 2021 honderden keren hoger liggen dan over de voorbije 10 jaar tezamen. Kijken de mensen naar Eurovigilance, wordt dat bekeken. Dus dat is zeer, zeer alarmerend en voor mij zeker meer dan reden om tenminste in een open wetenschappelijk debat die zaken op tafel te leggen en te zien wat klopt hier of waarom zijn blijkbaar die gegevens zo verschillend en zo uiteenlopend. Ik blijf erbij dat het een experiment blijft. Kinderen, zwangere vrouwen, vrouwen in vruchtbare leeftijd, oudere mensen enzovoort, hebben geen deel uitgemaakt van de klinische studies. Ouderen voor een klein gedeelte. Ook mensen die reeds besmet waren, waren geen deel van de klinische studies. De studies die op kinderen zijn gebeurd, waren zeer oppervlakkig, zeer kortstondig. Het is als vaccinoloog met 25 jaar ervaring gewoon onvoorstelbaar dat zoiets massaal wordt uitgerold in een bevolking. En dan met betrekking tot de sterfte bij de kinderen. Wel, de Offices for National Statistics, dus dit is Engeland en Wales tezamen, die hebben over 23 maanden tot en met eind december van vorig jaar, hebben die exact bij kinderen tussen 0 en 18 jaar 3 gevallen vastgesteld die werkelijk aan COVID zijn overleden. Dus opnieuw, er wordt hier met getallen gegoocheld. En we moeten dit in een bredere context bekijken. Het is precies alsof dat de pandemie in België verschillend is van de pandemie in andere landen. Ik ga het daarbij laten, uit respect voor de tijd. Maar ik wens werkelijk de vragen allemaal te ontvangen. En ik zal... Ik beloof ook dat ik de tijd zal nemen om daarop te antwoorden. En ik hoop ten zeerste dat het finaal toch nog uitmondt in een rechtstreeks debat tussen wetenschappers, zodat dat niet via jullie moet gaan. Maar ik respecteer de vragen. Ik vond de vragen zeer goed. Jullie hebben jullie huiswerk gedaan. Ik ben vol lof voor die inspanning. Dank u wel.